Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Vandaag wil ik eigenlijk de kaarten gebruiken om diegenen die tweelingvlam zijn, dus die weten over zichzelf, of die soms misschien zelf twijfelen of dat ze tweelingvlam zijn, en dat is heel normaal, om die een aantal inzicht te geven, zeker wanneer je weet, niet weet, wanneer je twijfelt en onzeker bent over wie dat dan eigenlijk jouw tweelingvlam is. Want zeker wanneer je gaat op het pad loopt. En je bent bijvoorbeeld de divine feminine, dus je hebt meer de vrouwelijke energie in jou. Dan ga je op den duur gaan zien hoe meer jij gaat gaan stralen, dat hoe meer mensen dat je uiteindelijk gaat gaan aantrekken. En dus die verwarring nog des te groter wordt. Nu, de truc daarin is dat eigenlijk altijd focussen op jezelf. Altijd het hoogste goed voor jou voorop stellen. En eigenlijk die persoon die het meeste terugkomt. Maar let op, het moeilijke daaraan is ook dat mensen waar nog karmische lessen mee te leren hebben, komen natuurlijk ook nog steeds terug. Maar het gevoel bij een tweelingvlam is gewoon anders. Je gaat ook heel veel synchroniciteiten krijgen en heel veel bewijzen. En ik moet zeggen, deze week heeft mijn tweelingvlam ook maar nog eens geuit dat. Het voor een mannelijke energie heel lastig en heel moeilijk is om het concept van tweelingvlammen te aanvaarden. Net omwille van het feit dat het voor logische verstand heel moeilijk is om het uit te leggen en om het te begrijpen. En dus hebben ze de ene al wel meer tijd nodig dan de andere om het echt ook te ervaren en te aanvaarden vooral. Maar dus het aanvaarden komt via het ervaren. Dus via de dingen dat ze ervaren, de boodschappen, de synchroniciteiten, de dingen die gebeuren in de realiteit. En hoe meer dat ze dan met jou als vrouwelijke energie verbinden, hoe meer dat ze gewoon bewijzen krijgen in hun realiteit dat ze gewoon niet meer kunnen ontlopen eigenlijk. Of dat ze gewoon niet meer kunnen logisch verklaren. Dus vandaar, wanneer dat jou. Dat jij het gevoel hebt van dit is mijn tweelingvlam, maar in het fysieke wordt dat niet duidelijk, of dat wordt niet bevestigd, of hij of zij loopt iedere keer weg en gaat weer relaties aan bij de anderen. Weet dan dat dit voornamelijk ook te maken heeft met het feit dat zij nog niet op het niveau zitten dat ze in staat zijn om te verbinden met hun eigen vrouwelijke energie. En dat is een proces die geleid en gestuurd wordt door het team van jouw tweelingvlam. En het enige wat jij te doen hebt, en dat is het makkelijke, ik weet het is niet gemakkelijk, want we zijn het niet gewoon, maar is eigenlijk om ervoor te zorgen dat jij zelf een master of crystals wordt. Dat jij een meester wordt van je eigen fysieke wereld. En dat betekent dat je niet wacht op je tweelingvlam, dat je op niemand wacht, dat je niemand najaagt. En dat je eigenlijk net zoals de bloem gewoon wacht en daarbij naar je toe trekt. Dat is het moeilijkste en het lastigste. Dat jij als divine feminine te leren hebt. En volledige overgave van niets willen controleren, niets willen manipuleren, niet vanuit die seksuele energie, niet vanuit de verleidingsenergie, niet vanuit vanuit geld of welke manieren en patronen en systemen dat er ook maar zijn. Want er zijn er, geloof me, heel veel manieren waarop dat we proberen te controleren. Zelfs ik betrapte me erover laatst nog op. Dat ik ook weer in een stuk van dingen controleren zat. Controleren in het versnellen van het proces, omdat mijn geduld op was. En dat zegt dan, dat vertaalt dan gewoon enkel maar alleen dat ik niet vertrouw dat het gaat goedkomen in de tijd, op de tijd, op het moment dat het moet goedkomen. Oké, ik hoor dat ik genoeg de kaarten geschud heb. Dus wat moeten we weten voor de mensen die naar deze video kijken? Dank u, dank u, dank u. Kijk naar de onderkant, zeggen ze. Oh, voilà. Nine of Challenges. Nine of Challenges is hetgeen wat ik daarnet gezegd heb. Wanneer jij meester bent over je fysieke wereld, dan weet jij perfect welke beker zij mag vullen en welke dat er je diepe vervulling brengen. Vanuit de verbinding met je hogere zelf. En dat is hetgeen wat jij nu op dit moment moet op focussen. Als je niet weet wat je tweelingvlam is. Als je niet weet wie dat de perfecte partner is, als je daar geen gezicht, identiteit, naam of wat dan ook kan op kleven, focus altijd op je eigen vervulling. Focus op je eigen hart. Geef de liefde die je wil geven aan iemand anders, geef die aan jezelf.
En leer daar balans in houden. Ik ga zien hoe dat aan de onderkant ligt. Ja. Word jouw eigen zon. En laat de zon niet meer. Ik ga de balanskaart ook laten liggen. En de zonkaart mag ik ook laten liggen, zij horen ze. Voilà, kan je dat zien? Ja. Dit is het belangrijkste. Focus op jezelf. Maak niet met de zon iemand anders of iets anders in je leven buiten jezelf, maar zorg dat je zelf die zon wordt. En hou balans in geven en nemen. En focussen op de 5D, focussen op de 3D, focussen op jezelf, focussen op anders. Balans houden in alles. En ik weet, dat is een moeilijke. Waarom is het moeilijk? Omdat we het niet gewoon zijn. Omdat het anders is dan dat we geleerd zijn. Omdat het anders is dan dat we geconditioneerd geweest zijn. Dus dat vraagt om eerst alle conditioneringen en dingen dat we geleerd hebben af te breken. Om vervolgens dan weer nieuwe dingen te gaan installeren. Kijk, een oud vervallen huis ga je ook niet laten staan en er een nieuw huis eromheen bouwen of doorheen bouwen. Nee. In de meeste optimale situaties ga je het volledig afbreken tot met de grond gelijk. De dingen misschien recycleren en hergebruiken waar nodig. En voor de rest maak je ruimte voor nieuwe dingen. Kijk, Union Card, eenheid. Oeps, daar ga je naartoe. Maar je moet eerst zelf die hoge priesteres worden en die eenheid in jezelf creëren. En dan komt al de rest. Oké, wat is de boodschap voor mensen die onzeker zijn over wie hun tweelingplan is. Zo. Omgekeerd. Zo. Ik moet altijd eventjes nadenken zodat ik het voor jullie goed leg. En we krijgen aan de onderkant een Queen of Pentacles. Opnieuw weer de bevestiging. Het enige wat je hoeft te doen, is niet te weten met zekerheid wie dat je tweelingplan is. Dat komt als jullie beiden er klaar voor zijn. De reden waarom je het niet weet, is omdat je het nu niet moet weten. Want anders zou je veel te veel gefocust zijn op de ander. Jij moet nu focussen op je eigen koninkrijk. Dan pas kan je koning ook naast je lopen. Maar die is daar ook nog mee. Die is nog bezig met zijn eigen dingen uit te zoeken. Met zo uit te zoeken wie dat hij is. En zoals ik daarnet zei, om te gaan geloven en toe te geven dat er zoiets bestaat als tweelingvlammen of diepe zielsconnecties en onvoorwaardelijke liefde. En dat is het grootste stuk. Maar weet, kijk, het eerste dat eruit kwam was deze. Deze staat voor individueel succes. En dat dit individueel succes zich ook gaat tonen in het fysieke. Dat hiermee al je lasten, al je zorgen, al de dingen waar je nu zorgen om maakt en eigenlijk niet goed weet wat dat betekent, dat je die volledig achter jou gaat kunnen laten. Maar het vraagt van jou om veel meer in die emoties te stappen. Om, hoe zou ik het zeggen? Om nog veel meer emotioneel open te worden en nieuwsgierig te worden. En om alles wat je voelt en dat wil delen en gericht nu op die ene persoon waarvan je twijfelt. Om die creativiteit, die magie en vooral de healing die daardoor ontstaat, om die te focussen op jouzelf. En om meer en meer ook te leren om terug te keren naar hoe heet het, onschuld. Om meer terug te keren naar die onschuld, naar de blauwdruk, naar de pure zuiverheid dat we hebben op het moment dat we eigenlijk uit de ziel, uit de bron ontstaan zijn. Als de ziel uit de bron ontstaan zijn, dat was dat ik wou zeggen. En oordeel, heb geen oordeel over jezelf, want dit alles maakt een deel uit van je verdere ontwaking als ziel. Waarin je gaat gaan begrijpen dat die diepe zielsconnecties totaal niet lopen en verlopen zoals dat we eigenlijk altijd al relaties hebben gekend. We kunnen geen stappenplan volgen. En waarom pushen ze en duwen ze ons continu eigenlijk over die grond in het onbekende, in het donkere? Wel, dat is omdat je jouw eigen bekers zou gaan vullen en je eigen vervulling zou gaan vullen.
In plaats van te veel te focussen op iemand anders. Oké, wat moeten we nog meer meegeven aan mensen die op dit moment onzeker zijn over hun tweelingplan? Moet zeggen, als je zelf in een tweelingplanconnectie zet en je wilt dingen weten, rechtstreeks van een Divine Masculine, dan kan dat dus door ook een reading aan te vragen voor tweelingvlammen, als je specifieke vragen hebt voor een Divine Masculine in eenheid en in de geheelde versie, en in eenheid met zijn Divine Feminine, dus mijn Divine Masculine, dan kan je dat ook doen via die reading. Dus dan geef je de vragen door en schrijf je er specifiek bij dat je het antwoord wenst via mijn Divine Masculine. En dan geef ik die vraag door aan mijn tweelingvlam, waar dat hij dan via zijn intuïtie, zijn leiding, antwoord gaat geven op jouw ervaring. De strength card komt daar meermaals naar boven. Dus dit alles duwt jou of vraagt jou ook om nog veel meer op jouw intuïtie te gaan vertrouwen. En er staat ook een leeuw op. Dus ik ga hem hier ook laten liggen. Er staat ook een leeuw op. Dus dat wil zeggen, tussen nu en de leeuwenpoort, op 8 augustus, ga je zien dat jouw verbinding, jouw telepathische verbinding, altijd maar sterker en krachtiger gaat worden. Dat je nog veel meer vertrouwen zal krijgen in het volgen van je eigen intuïtie. In het ontvangen van leiding die voor jou bedoeld is. En dat kan dan zijn via readingen, dat kan het zeker. En ook kan het ook via dromen zijn, via synchroniciteiten, via liedjes of wat dan ook. Maar ook hier is het belangrijk om toestemming te geven aan jouw team, hoor ik. Dus dat ik dat nog eens mag zeggen en meegeven. Het is belangrijk om toestemming te geven aan jouw team om jou inderdaad boodschappen te geven. Want zolang dat je geen toestemming geeft om te helpen, dan gaan zij dat niet doen. Dus je hebt vrije wil. Het is jouw vrije wil, jouw vrije keuze of je met hen gaat samenwerken of niet. Ja, en dus kijk, Ram. En dat is ook niet toevallig dat ik vandaag deze video opneem. Want vandaag heeft het teken Ram een hele belangrijke conjunctie met Mars en Chiron, waarin dat we onze schaduwen gaan aankijken. En dat is dus natuurlijk één van de schaduwen. Het is belangrijk dat je jouw mannelijke energie de kans geeft om de emperor te worden, om echt die keizer te worden, om zelf vanuit zijn logische verstand die antwoorden te vinden. En dat we zeker als vrouwelijke energie geen dingen proberen te gaan sturen. Ik heb dat zeker al meermaals eens vertaald en vermeld in andere video's ook. En dat is ook een teken van die vervormde vrouwelijke energie, waarin dat we proberen de antwoorden te geven aan onze tweelingvlam. Om dingen te gaan sturen, om dingen te versnellen. Maar dat zorgt er enkel maar alleen voor dat jouw mannelijke energie nog meer wantrouwig staat tegen dingen dat je vertelt. Niet dat hij jou per definitie niet vertrouwt, dat zeg ik niet. Maar wel dat hij gaat gaan twijfelen aan de dingen dat hij altijd als waarheid heeft aangenomen. En net door het dat jij dan als vrouwelijke energie zijn stabiliteit en realiteit gaat laten wankelen, zorgt ervoor dat hij eigenlijk een stuk wegstapt van de connectie. En dat is oké, want dat hoort ook weer bij het proces. Omdat hij vanuit zijn eigen verbinding met zijn eigen team de antwoorden mag en moet leren vinden. En karma is de laatste kaart. Dus ook karma is eigenlijk energie die verbonden is met lessen. Maar niet met energie. Wacht, excuseer. Mijn neus is al heel de tijd aan het kriebelen. En dat heeft te maken met die te leren lessen. Dus de dingen waar je nu tegenaan loopt, heeft te maken met lessen. Wanneer dat er separatie en scheiding komt in dergelijke diepe zielsconnecties, dan is dat enkel maar alleen omdat jij en die tweelingvlam of die zielsconnectie, dat jullie allebei geduwd worden om lessen te leren alleen. Er zijn mensen waarin dat lessen samen leren en er zijn mensen, dat zijn meestal soulmates, maar die diepe zielsconnecties, zoals tweelingvlammen en tweelingzielen, wanneer je die les moet leren met elkaar, dan is die veel te ruw en is die veel te, zou die veel pijnlijker zijn dan wanneer je ze leert via een soulmate. Dus ja, daarom is het soms interessant om inderdaad gewoon mensen die op je pad komen, om daar ook die connectie en die verbinding mee aan te gaan.
Ongeacht of dat het nu seksueel of vriendschappelijk of wat dan ook is. Zelfs dat maakt niet uit. Het gaat om de lessen die je elkaar te leren hebt. En zelfs de codes dat jullie eigenlijk op dat moment ook uitwisselen aan elkaar. Wat kregen we? Oh my god, echt waar. Als je naar de andere video keek, naar tweelingvlammen en kinderen, dan zou je begrijpen waarom dat ik zeg, oh my god. Deze kwart komt eruit en deze kwart komt er ook exact op dezelfde manier uit. Met het verschil dat we nu deze Grace, een andere kaart, kregen. Dus we kregen aartsengel Jofiel, aartsengel Zadokiel en aartsengel Gabriel. De aartsengel van healing. En dus, hoe meer dat je naar binnen gaat en je gedachten uitzuivert en focust op de liefde die je voelt, de eenheid die je zelf creëert, hoe meer dat je natuurlijk die genade gaat gaan voelen en die heerlijkheid en die magie dat het universum altijd voor jou zorgt. Maar het is aan jou om dat natuurlijk toe te laten. En met welke vlammen kan je samenwerken? Zoals je ziet met Jofiel, met de goudgele zilveren vlam. Zadokiel is ongeveer wat anders of wat zaden, maar ook geel, oranje, rood. En dan Gabriel zien we de blauw, blauw-witte vlam, indigo. Gebruik jouw eigen gevoel, de kleur dat bij jou het meeste naar binnen komt of eerste opkomt. Dat is hetgeen dat jij nu op dit moment nodig hebt. Dan zien we dat we nog aan extra informatie kunnen meegeven. Ik zou zeggen, adem maar eens goed diep in en uit. Vraag aan je team om je grondingscode aan te passen en je energiesysteem volledig goed te zetten. En dan krijgen we Lead the way. Light your own path. Dus wees jouw eigen leider. Jij als vrouwelijke energie, je bent de leider, hoe dat je nu wilt of niet. In eerste instantie in de connectie ben je de leider. En naarmate dat je mannelijke energie voelt en meer en meer geheeld is, gaat hij automatisch de leiding overnemen. En zoals ik daarnet gezegd heb, lichtcodes. Laat de mensen toe die op je pad komen, maar hang er niet angstvallig en afhankelijk op een afhankelijke manier aan vast. Laat ze weer los wanneer je voelt dat de lessen geleerd zijn. En wees ook heel duidelijk over wat dat je nodig hebt, wat dat de verwachtingen zijn. Want via de connectie met anderen leren we natuurlijk op een hele zuivere manier te gaan communiceren, wat dan weer heel begunstigend en positief is om te gebruiken in je tweelingvlam of je zielsconnectie. Zo, wat hebben we hier nog? Wacht, oké, deze nog. En dan gaan we de video afsluiten. Maar ik probeer altijd niet te lang te maken, maar de boodschap op een efficiënte manier mee te brengen. Dan hebben we nog een boodschap om nog meer naar terug, naar licht en liefde. Licht en liefde, ja. En eenheid te komen. Dat is van mijn eigen deck. Vergeet niet te abonneren en te liken op deze video als jij in deze situatie op dit moment zit. Waarom? Omdat ik dan weet dat dit een video is of thema is dat ik nog meermaals eens mag terug oppikken en op afstemmen om boodschappen door te geven. Want het is op die manier, doordat jullie likejes geven of commentaar op de berichten, berichten, video's plaatsen, dat ik weet wat dat nu op dit moment nodig is. Als dat er niet is, dan laat ik me leiden door mijn team. En dan weet ik ook wel dat degenen die de boodschappen moeten krijgen, die ook krijgen. Instorten is de weg naar transformatie. Hoe lastig ook, maar het is zo. Soms, en eigenlijk meestal, ben ik eigenlijk tevreden wanneer dat klanten van mij die in trajecten zitten, echt op momenten komen dat ze met hun blote knieën op de grond zitten en zeggen van Lindsay, ik weet het niet meer. Het lukt me niet meer. Ik heb het gevoel dat de grond onder mijn voeten wegzakt. En dat is het moment waar ik weet van oké, we zijn er. Alle verdedigingsmechanismen zijn afgebroken, zijn losgelaten. En dan kunnen we weer verder. Dan kunnen we weer in het proces van overgave, nog weer vertrouwen, nieuwe ideeën opzetten. Zet geen filter op je leven, maar leef het ten volle. En dat is hetgeen wat ik ook constant wil zeggen. We zetten nog veel te vaak die filter, zeker wanneer het gaat over emoties. We zijn boos, maar we tonen maar 10% zien van de boosheid dat we eigenlijk voelen. We zijn verdrietig, maar ja, de kinderen zijn er, dus we proberen die wat te kanaliseren of we proberen onszelf eigenlijk te overtuigen met van ja, hey, Abial is nog goed. Nee. Als je het ervaart, erken het. Want kijk niet naar tijdelijke omstandigheden voor lange termijn keuzes. Het is niet omdat je nu nog het kan verdragen of wat dan ook, of dat het Abial nog oké is, dat dat daarom nog voor de rest van je leven is. Maar in het nu
ligt de kracht voor jou om een ander leven te gaan creëren. En zolang dat jij blijft hangen in diezelfde cirkel, ja, guess what? Dan ga je gewoon binnen 10 jaar en binnen 15 jaar of wat dan ook, of zelfs nog korter, daar ook al, ga je hetzelfde leven en dezelfde situaties en dezelfde personen en dezelfde ervaring maar altijd opnieuw en opnieuw en opnieuw omleven. En als je dat nu al verveeld in bent en je niet goed bij voelt, ja, dan gaat dat gevoel ook hetzelfde blijven. En een hele belangrijke, wanneer het op liefde aankomt, bestaat te laat niet. En ik heb dat zelf ook meermaals al mogen ervaren en tegen mezelf mogen eens uitleggen. Maar het is ook gewoon zo. Als ik en mijn tweeling van mijn 2019 bijvoorbeeld al fysiek onmiddellijk zouden samengekomen zijn, dan zouden we veel te hard geclashed hebben. Veel te hard vanuit onze wonden dan op dat moment nog tegen elkaar gereageerd hebben. Waardoor dat we dingen zouden kapot gemaakt hebben die niet kapot mochten of konden of mogen zijn. Waar dat we nu 2 jaar later dat helemaal, dus allemaal op een heel andere manier kunnen gaan bekijken en begrijpen. Dus daarin weet dat dingen gebeuren die moeten gebeuren. En door er weerstand tegen hem het weg te duwen en er boos om te zijn, dat zorgt enkel maar voor dat je het verder uitstelt. Dus aanvaard waar je zit, of dat nu gaat over je werk, relatie, kinderen, wat dan ook, het maakt niet uit. Aanvaard waar je zit en van daaruit kan je weer verder. Zo, ik hoop dat het jou heel wat inzichten heeft mogen brengen. Ik zou het heel fijn vinden als je abonneert op mijn kanaal, dat je eventueel zelfs mijn video's deelt op je sociale media of waar maar ook, of met vrienden deelt, of weet, mensen die het ergens tegenaan lopen, die baat hebben bij de boodschappen die ik deel. Op dit moment focus ik me meer op readingen, omdat de boodschappen heel specifiek zijn en op die manier leer ik ook heel veel dingen rond relaties en rond thema's, rond manieren waarop dat we kijken naar het leven. Wanneer ik specifiek geleid word om vlogs te maken, dan ga ik dat natuurlijk ook doen. Maar ik merk dat ik op dit moment geleid word om vooral het op deze manier video's door te geven. Dus ik hoop dat ik jullie daarmee van die. Nee, ik hoop dat niet, ik weet dat. Maar ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik dat moet uitleggen. Maar kom, maakt ook niet uit. Zo, ik wens je een heel fijne dag. Als je nog wilt samenwerken met mij, dan vind je de linkjes onderaan deze video. En dan zie ik jou in een nieuwe video binnenkort. Dag, fijn weekend!